geef hem de brood maar. Alsjeblieft, naar kots. Gezuurde brood. Gezuurde brood, ja. Volgens mij bestaat dat broodsoort zelfs nog, zure brood. Ja, ik had dat nooit eten. Want je weet niet hoe het smaakt. Het is niet zure brood van kotzuur wat jij net hebt gespuwd. Maar ik zei, ik had gehoord dat eentje toch van de chat naar Curaçao ging. Yep, lekker warm. Ja, ben ik ook eens een keer geweest. Fantastisch daar. Ja, wat... Maar daar ben ik dat is wel 2-3 jaar geleden ook ben geweest, maar het was wel leuk. En wat is er Violin? Wat is er wat... Niets, laat maar. Oké. Oké. Ik kan me eens herinneren, de gekste ding wat ik bij Curaçao heb gedaan was struisvogel eten. Gat, lijkt me zo vies. Nee, wow. Is dat lekker? Ja, het is lekker, maar het is een hele aparte smaak, ja. Kom eens aan deze kant staan. Welke kant is deze kant? Ik ben een beetje beneden. Ben je dan naar beneden gevallen? Waarom doet die bomenplug in het niet? Omdat hij er niet erin zit, die was kapot, weet je nog? Oh, damn it. Moet je nu de hele boom weg gaan halen? Ja, doe ik ook. Succes! Gormen. Oké, dan moet eigenlijk hier nog eentje boven, of nee... Jo, wat aardig dat je meehelpt. Wie zegt dat? Ik ben met de vloer bezig. Was sarcastisch bedoeld, maar oké. Maar ik vond struisvogel was heel lekker, maar het heeft een hele aparte smaak, dat wel. Echt de speciale chefs kok maken dat. Weet ik, maar ik heb struisvogel de smaak is niet uit te leggen. Het is een heel apart, maar... weet je wat voor soort struisvogel ik had gegeten? Ik denk naar... Een struisvogelburger. Een burger dan nog. Een burger, ja. Nog wel. Het vlees was heel erg donker ook nog. En er was gewoon bij zo'n, waar ze gewoon worden gekweekt, zo'n boerderij van struisvogel. Ik denk dat ze het geverfd hebben. Ja, met wat we doen, op stoelen wallen. Nou, dat is donker, hè? Ja, als je misschien een bepaald kleur kijkt, misschien zwart, I don't know. Maar goed. Absolu walla walla is gewoon in het algemeen blauw. Je hebt het volgens mij ook in het groen trouwens. Maar ik heb gewoon zelfs zo'n struisvogel-ei met zo'n vastgehouden met zo'n baby erin. En die begon net pas uit te komen. Dus er zat één klein gaatje in en dan zag je hem in. En dat duurt meestal een paar uur of een ganse dag voordat hij echt helemaal uitgebroken is. Heb hem toen niet laten vallen, hè? Nee. Ben jij gek? Lekker. Ja, maar dan zou ik me kapot schouwen. Dat zou een ramp zijn. Maar het was echt chic om gewoon zo'n baby vast te houden. Dat ei was gewoon heel gloeiend heet. Maar het geinigste is, hè, die struisvogels zijn dom. echt dom. Ze zijn wel gevaarlijk. Ja, ik heb gehoord dat als ze je trappen, dan kunnen ze je botten breken. Dat kan, ja. Nee, niet met de hakpickaxe slaan. Maar wat geinig was, hè. Als je weet dat sommige struisvogels soms een soort ritueel of een paringsdans hebben. Het zijn geen struisvogels, hè. Je zei eerst een keer struisvogels. Oh, struisvogels. Maar daarna zei struisvogels, hoor. Dat verbeter je al zelf. Ja, mijn naam en vloek. Maar goed, waar was ik? Oh ja. Nee. Maar het geinige was als je die soort metingdans of hoe noem je dat weer? Metingdans. Ja, metingdans. Paringsdans. Paringsdans, dat is het, ja. Als je die nadoet, hè, dan denken de struisvogels... Metingsdans. Dan denken de struisvogels gewoon dat je een vrouwtje bent die probeert te versieren. Als je dat nadoet, dan gaan hun ook zo nadansen. Dus als jij gaat dansen, gaan ze dansen. Als je dezelfde manier als hun dan... is dat zo, dan dansen ze mee. Awambewe. Ja, dan denken ze, oeh, die kan ik neuken, denken ze dan. Akuna Matata. Oh ja, zeg. iemand heeft een vraag. Ja. Vraag maar raak. Hoi. Ja, oké. Ask the question. What's the question? Dave. Daniel is toch jouw neefje? Ja. Oh, is hij er ook? Is hij er? I don't know. Het kan.
Oeh, ik ga maar eens even een beetje torches lasten, want ik hier een greep ontspant. Dat is ook wel belangrijk. Ik zat bij hem in klas 4, zei hij. Haha! Ik en mijn neefje bij elkaar. Oh! Nee, hij en je neefje. Klas 4. Oh! Dat is eigenlijk toevallig. 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 Je neefje heeft ook een apart YouTube-kanaal, hè? Doet hij allemaal parties of zoiets, deed hij, hè? Mm-hmm. Met vrienden. Laatste ding wat ik heb gezien is dat hij een stietsel ging bakken of zoiets. Dat was het laatste wat ik had gezien, dus die heb ik niet meer echt gekeken. Nee, ik ook niet. Maar ik heb zelf te veel, ik ben zelf met te veel mensen geabonneerd. Zoveel leuke filmpjes, maar zo weinig tijd om te kijken. Yo, weet je wat jij bent? De Abo Man! De Abo Man? Wat de hell is de Abo Man? Abonneren, Abo. Oh, oké. Oké, okay. Okay, I get it. I get it now. Please shut up. Oh, oké. Okay. Are you here, yo? I'm here, so shut the fuck up. Oké, super. Lachsteep Noob zegt, bye Dave, ik ga nu. Oh, ik weet wie dat is. Oké, is goed. Spreek je op Skype. Wel eens, nog een keer. Yo, dat is diegene die, waar we mee, hoe heet het, hebben gespeeld. Cuban. Oh, hey, ja. Ik het weer. Stom spel, sorry dat ik zeg maar even een beetje... Ja, het is spel, wat? Maar er is niemand online. De servers en alles zijn compleet leeg. Ja. Oh, Cubeman. Ja. Nu herinner ik het weer. Hallo, welkom home. Het is een interessant spel, maar als er niemand online is... Dat is net met Nexus. Die heb ik gratis met mijn computer gekregen. En weet je, het leukste is, hè, kijk je een maand later of zoiets. En dan kan je Black Ops en Assassin's Creed 3 gratis kiezen. Dat was close. iRacing. Dave heeft zijn nieuwe computer besteld. Heeft hij zijn computer? Kijk een week later nog eens op de website, kan die Black Ops 2 er gratis bij krijgen. Ze hebben hier een vraag. Vraag maar. Bjorn551 vraagt, kunnen jullie een keer met facecam? Ik ben van plan pas te doen bij 1000 abonnees. En ik weet nog niet eens of ik het ga doen. Ik heb laatst een... Grote kans van niet. Ja, dat zeg je? Grote kans van niet, nee. Oh, yo. Wat? Give me cobblestone. Please? Hier is wat ik heb. Blablabla. Nul. Oh, tot zo. Oh, ga jij halen? Haal jij ook voor mij dan? Ik ga lekker slapen. Terwijl jij het even haalt, ga ik even lekker liggen. Good night. En super gaat weg. Oké. Okay. Ah, what the fuck? Mijn bed! Screw you. Mag ik mijn bed terug? You? Die moet je hebben. Ik heb maar één bed. Nee, ik kan hem niet oppakken. Mijn info. En die ene, ja, plas ik hem maar zo. Goed. Next question. Waarom willen jullie dan niet met facecam? Yo! Ik ben super lelijk. De levels zijn opnieuw gegaan. Oh nee, waarom is houthak opnieuw gegaan? I don't know. Die is pas level 15. Damn it. Mijn was ook heel laag. Guys? Ja? Waarom we niet met facecam nu gaan? Ik heb geen camera geïnstalleerd. Ik heb wel een camera. Ik heb laatst voor mijn moeder eigenlijk als verjaardagscadeau een HD-camera gekocht. Nee. Dus die kan ik gebruiken, maar ik heb nog niks ervoor klaarstaan. Dus dat gaat een paar uur duren voordat ik het pas aan het praat krijg. Trouwens, heb je ook cobblestone voor mij? Dus in de kist. Facecam ben ik denk ik ook wel van plan bij 1000 abonnees. En ook dat we wat vaker gaan livestreamen en zo heb ik een beetje onder knie heb. Want we hebben nu andere dingen aan ons hoofd en... Ja. Wat heb je aan een facecam? Je ziet ons gezicht en that's it. En het is van ons alleen maar meer werk terwijl we meer beter onze tijd... Het zou geinig zijn als een van onze abonnees heel goed kon tekenen en ze zou tekenen hoe... Denken hoe we uitzien. Ik vraag me af hoe dat gaat. Moet je voorstellen dat een soort artiest zo ons gezicht maakt en dan alleen van onze stem en onze karakters in Minecraft. En dan moeten ze voorstellen hoe wij eruit zien. Mm-hmm. Dat zou denk ik een heel interessant gezicht zijn. En dan als ze ons echte gezicht zien, dan denken ze, what the fuck, dat zijn ze niet.
Dat heb je altijd bij mensen die YouTube hebben. Hè? Als je hun gezicht ziet en echt, denk je, is dat hem echt? Zo had ik hem helemaal niet voorgesteld. Zoals ik ken een paar mensen en dan denk ik, oh, die ziet er wel goed uit en zo. En dan denk ik, what the fuck heeft hij van neus? Of zoiets. Wat heb ik er dan? Next question aan Dave. Ja? Zelfde gast weer. Gaat weer over Daniel. Dave, heeft Daniel een keer mij genoemd op jouw verjaardag? Op mijn verjaardag? Geen idee. Zou kunnen. Mijn inventaris heeft voor mijn kabberstam. Moet je kabberstam nou... Multitasking. Wat zit je te doen? Multitasking? Nee, Tik. Iemand anders. Ik heb de vraag gezien over de livestream. Er is de volgende vraag van Tamen36. Mm-hmm. Gaan jullie Zombie Island ook livestreamen? Island, waarom zeg je dat met Island? Je spreekt het Island uit met een stille S. I don't give a shit, man. je hebt dezelfde vloek als Dave. Engels uitspreken Nederlands. Nee, Belgisch voor hem. Oké, Belgisch. Hij spreekt het Belgisch uit dan. Jootjes weten niks van, hè, Violin. Dus dan. Dus je moet nog Violin. Violin, ik begrijp als je je beledigd voelt, hoor. Nee, ik leef met je mee. Je bent niet beledigd, je bent toch een goede vriend? Voel je toch niet beledigd door, hè? Nee, je bent toch een harde man? I'm gonna kill you! Oh, dat vind ik ook niet erg. Hey! Maar goed, zullen we even die vragen beantwoorden? No questions. Oké, over de Zombie Island. Die gaan we voorlopig nog niet livestreamen. Dit hebben we gewoon als een soort special gedaan. En, special we moment. Mogen nu een beetje de tijd voor hebben, want we hebben niet altijd tijd om te livestreamen. Not every time. Nee, dus we concentreren ook meestal op ons YouTube-kanaal. Dus misschien als we ook bij aflevering 50 misschien wel zijn, Dave. Zouden we dan ook dan wel misschien live streamen? Ja, maar ik denk dat we dat niet op aflevering 50 gaan. Nee, denk het niet. Want er zijn een paar dungeons en zo die we gewoon moeten onderzoeken. Maar als we daarmee klaar zijn... Poindexter zegt serie. Niks. Ja, Poindexter, ik weet dat jij het hebt uitgespeeld. Dus niks zeggen, hè. Don't say anything, my friend. Oh, I'm going to kill you. Nee, jou, jij kan dat niet. Yes, I can. Twee questions. Er zijn twee questions. Mm-hmm. Eentje is makkelijk te antwoorden. Wat vind je van Black Ops 2? Leuk. Mij lijkt me de zombie motor leuk. Nog niet gespeeld, ik kan er niks over zeggen. Cool. Ja, maar als ik zou kiezen tussen Battlefield 3 en Black Ops... Battlefield 3, dacht ik al. Mij ook Battlefield, maar ik ben ook gewend. Maar je moet ook voorstellen, de gameplay tussen de twee is ook heel anders. Dus wat ik bedoel, ik ben niet echt Battlefield gewend. Dus als ik gewoon Battlefield speel, dan sta ik altijd 3 of 5 kills meer dan ik dood ben gegaan. Maar als ik Modern Warfare speel, dan ben ik 20 keer dood met 3 kills. Gewoon door het besturingssysteem, de programmering is zeg maar veranderd. Dus de aimbox is anders, de recoil is anders, de geweren zijn anders. Dus in een of andere manier heb ik daar nooit echt lekker in gevoeld bij spelen. Maar dat is meer mijn mening. En ik ben ook meer Battlefield gewend of wat oudere spellen, zoals Day of Defeat. Dat spel was geweldig. Zo. Nee, saai. How dare you! Take that back! No. Take that back. Oké, okay, next question. The second time that you say that. Next question, ook een makkelijk antwoord. Want ik weet zeker wat Dave gaat zeggen. Uh-oh. Maar zeker nee. Achievement! Gaan jullie nog een jump map doen? En dat bedoel ik, antwoord is nee. Ja, of ik kan het wel met iemand anders doen. Echt compleet jump map? Ja. Not for me. Nee, Dave die haat. Als er een stukje, jump in zit, don't care. Maar Dave die begint dan te ragen. Yo, wat doe je nou? Zoals dit. Nee, meer ragen van hij gaat trollen of irritant worden. Ik vind het irritant en het wordt langdradig als je het sowieso steeds niet haalt. En... Of misschien Violin. Ja? Zullen wij dan misschien een job map eens een keer gaan doen? Gewoon voor de leuke is goed. Tijd. Don't do it! Screw you, job maps zijn leuk. Zijn ook leuk. You don't get alive out of that. Yes, you do. You don't. Except when there's lava or cactus.
Oh, dan wist je nog die ene job met die cactus, hoe lang we daarmee bezig waren. Yep. You don't survive it. Ik heb zelfs die YouTube map gedaan, hè. Rusty, die had die cactus heel makkelijk gedaan. Die cactus was makkelijk. I hate that stupid cactus. Maar ons lukt dat steeds niet. We hebben het steeds proberen. Bij mij wel. Bij mij wel. Oké, volgende question. Van Tijmen weer. Hou je van de Fall texture pack van Minecraft? De normale texture pack? Ja, ik vind het wel leuk. Default. Gewoon de default. Mm-hmm. Ja. Ja, vind ik op zich wel leuk. Moeten we ook binnenin wat? Maar nu gebruiken we een andere texture pack. Mm-hmm. Dat is specs met pure craft. Oh, dan laat me juist aan de ene fout denken bij Zombie Island. Ja, daar had jij de verdomme... Dus ik had de verkeerde texture pack geselecteerd. Ik zat met de verkeerde texture pack te spelen. Dat is echt weer zo'n de mode. Was dat weer. Want ik moest die andere texture pack wat Dave moet geven. Ik had de verkeerde. Die texture pack wat ik had was die ene van... Wat doen we hier? Wat hier is zo'n smal gangetje. Nou ja.